Nintendo fans, welkom bij een nieuwe Mario Galaxy video. Ik wil Piet Galaxy. Ja, dan moet je even Nintendo vragen, Piet. Wil je ook Piet Galaxy doen? Blauw duimpje omhoog. En abonneer op dit kanaal. Piet wil dat je abonneert. En dan gaan wij snel naar de volgende Galaxy, want we kunnen weer een nieuwe Galaxy gaan openen. Dit is de Galaxy die opent met 36 sterren. En dat is de Seaslide Galaxy. Oh nee. Oh, dit voelt alsof ik hier heel erg ga falen. Dit level heet Going After Guppy. Oftewel, we moeten achter Guppy aan. Wie is nou weer Guppy? Is dat Guppy? Wat een geweldige character weer in deze game. Dit is fantastisch. Guppy, nou, ik kom eraan, vriend. Waar ben je? Wow. Dit zijn fancy Pinkwinkies ook, jongen. Oh, Pinkwinkie zegt... Ja, die pestkop daar, die ruïneert alles. Door hem hebben we geen plezier meer. En hij is sneller dan een torpedo. Het is helemaal sick. En ga je proberen om te zwemmen terwijl je een shell vasthoudt? Ja, dan gaan we wel sneller, inderdaad. Dat is wel een goede tip. Dus even kijken wat de Toads te zeggen hebben, hoor. Wij zochten een Power Star, maar er is iets engs daar in het water. Nou, Toad durft er niet in. En wat heb jij te zeggen? Dus dat is die gast die alle problemen veroorzaakt. Ik zal hem een lesje leren, zegt deze Toad. Nou, Toad, ik denk dat het vooral op mij aankomt. Ik zal eens even een praatje gaan maken met hem. Hallo, meneer. Meneer de haai. Wat bent u hier aan het doen? Die haai die zegt... Ah, wie is dit? Ben jij vriendje van die pinguïns? Dit is mijn zee. En als je het terug wil, bewijs het maar. En zwem door die 8 ringen heen. Oké. Okay. Is top. We gaan wel achter hem aan. Let's go. Hier is nummer 1. Ik ga denk ik eventjes inderdaad voor deze shell. Kijk, want dan gaan we veel sneller. Dit is top. Kijk, nog eentje. 7. Ja, kijk, nu hebben we een lekker tempootje te pakken. Als we door een ring gaan, dan hebben we blijkbaar ook weer lucht te pakken. Dus dit is helemaal top. Helemaal top. Nu moeten we hier even doorheen. Zo, hoppakee. Daar is ring nummer 5. Oh, joh. Dit had Toad ook gekund, man. Toad, dit kan jij ook, vriend. Dit... Oh, oh. Wow, waarom ga ik eruit? Ik wou helemaal niet uit het water. Oh, wacht even. Ik moet niet te vroeg juichen. Misschien ben ik nu langs de verkeerde kant gegaan. Ik hoop het niet. Ik hoop dat hij hier ergens een nieuwe ring neerzet. Ja, dit is ring 3. Ja, kijk, dit gaat goed. Oké, nog 2 ringetjes te gaan, jongens. Easy peasy lemon squeezy. Oh, of niet? Oh, ik was even bang, jongen. Ik dacht even dat ik hier geplet zou gaan worden of zo. Hoppa! Nog eentje te gaan. Ik vind deze haai wel cool, trouwens. Haaitje, je bent best wel cool. Ik ga eerlijk met je zijn. Je bent best wel cool. Maar ik heb je challenge gedaan, man. Mag ik nu je ster? Dankjewel. Bedankt, hé. En tot de volgende keer, vriend. Niet slecht voor een landloper. Nou, ik ben een vis van mijn woord en deze zee is van jou. Ja hoor, deze hebben we alvast in de pocket. Nice. Volgens mij moeten we nu nog 22 sterren voordat we Peach kunnen gaan bevrijden. Yes. Ik vind dit toch wel een leuke galaxy. Ik hoop dat die andere levels net zo leuk zijn. Sneller dan de snelste pinguïn. Zo heet het nieuwe level. Oftewel, we moeten weer het water in. En dan moeten we gaan racen tegen de allersnelste pinguïn. Dat zal die ene wel zijn met die paarse outfit hier zo, denk ik. Hallo. Is dit gewoon een pinguïn kart of zo? Yo, wat doe jij hier trouwens? Zal ik deze alvast meenemen? Ik weet niet of ik deze vasthoud. Dat zou wel chill zijn, want dan ben ik sowieso sneller. Oké, moeten we gewoon naar de start toe of zo? Met wie moet ik praten? Moet ik met jou praten? Ja, ik moet met jou praten. Kijk wat schaam met z'n vijven, jongen. Oké, dus we moeten door de ringen heen. En ik moet sowieso ook even die item piece pakken, denk ik. Want dan gaan we sowieso sneller. Kijk, we hebben nu al best wel een achterstandje, maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Dat maken we vanzelf wel goed. Kijk. Mop. We hebben er al 2 in gehad. We zijn nu derde. We moeten er nog 2 inhalen. Go, 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 go. We moeten even op zoek naar ringen, denk ik. En sowieso ook even ademhappen. Top. Hier gaan we even langs de zijkant. Oh. Nice. Oké, okay, we staan tweede. We moeten er nog 1 inhalen. Nog 1 pinguïn, jongens. Let's go. Blijf even onder water. Nice. Ze zeiden trouwens dat als we door ringen gaan, dat we sneller zijn. Maar ik heb nog geen ringen gezien, jongens. Het zal aan mij kunnen liggen, maar goed. Oké, okay, we zijn nu eerste, hè? We zijn eerste. Let's go, let's go, let's go. Ik weet niet of ik de goede kant heb gekozen. Maar ik ga gewoon als een malle. Ik blijf als een malle gaan. Oh, hier is zo'n ring. Eindelijk, we hebben een ring gevonden. Woep. Gaan we het wereldrecord ook nog verbeteren? We zitten nu op 1 minuut 9, 1 minuut 11. Daar is de finish. Ik ga geen lucht meer happen. We hebben genoeg lucht. Komen we onder die 1.30? Jazeker! Hoppakee!
Ik vind deze waterraces toch best wel cool eigenlijk, jongens. En ook van deze pinguïn met de mega gouden wenkbrauwen krijgen we weer een gouden medaille. Dankjewel, wenkbrauw pinguïn. Hij ziet er wel vet uit. Het is wel een baas. Eerlijk is eerlijk, het is wel een baas. Dankjewel, vriend, voor je gouden sterretje. En nou ben ik benieuwd of de laatste level in deze galaxy ook een race is. Hij heet in ieder geval de Silver Stars of Seaslide. Ik denk dat ik eigenlijk gewoon zilveren sterren nu moet gaan zoeken. We moeten daar helemaal naar boven, joh. We moeten helemaal in die berg... Oh, waar moeten we allemaal naartoe, man? Hoe gaan we daar nou weer allemaal komen? Daar bovenop is een zilveren ster. Hier bovenop die boom is een zilveren ster. Ah, kijk, bijen helpen ons ook weer. We hebben daar weer een bijen power-up. Kijk, hier zo. Alleen, kunnen we dat halen dan? Of kunnen we hier in deze boom klimmen? Nee, we kunnen niet in de boom klimmen. Kunnen we dat halen vanaf hier? Sowieso kan ik wel met die superkracht denk ik helemaal hier naartoe vliegen. Ja, dit lukt wel. Ja, top. Kom op, Mario. Oké, even een tussenpauze hier op dit steentje. En dan kunnen we hier naar boven. Hoppakee. Wat een gezellig muziekje hebben we vandaag weer. Oké, vlieg maar helemaal hier omhoog. Ja, super. En dan gaan we even hier naartoe. Volgens mij zijn we al aardig in de buurt van die eerste zilveren ster. Ja, we kunnen gewoon zo die spinnen negeren. En dan kunnen we... Hoppakee. Daar hebben we de eerste alvast te pakken. Hoe komen we bij die middelste daar, joh? Die is echt ver weg. Even kijken. Hier kunnen we wat starbitjes pakken. En dan? Heb jij mij wat te vertellen? Ja, daar ben ik al geweest. Ik ben bij die boom al geweest, jongen. Ah, kijk, ik denk dat deze mij straks af gaat schieten ergens naartoe. Hoeveel starbits heb jij nodig? Hij heeft 40 starbits nodig. Nou, we komen al aardig in de buurt, maar 40 halen we nog net niet. Oh, shit, ik heb net op hem geschoten. En blijkbaar niet op de goede manier. Dus ik heb nu echt 30 starbits of zo weggegooid. Nice. Oké, ik heb het level even opnieuw opgestart. En ik draaide net hier aan deze kraan. En toen... kwam deze stream hier tevoorschijn. En blijkbaar kan ik daarmee dus naar dat middelste eiland. Woehoe! En dan hebben we hier last van een aantal stekelballen. Oké, pak deze even op. Ja, ik had net dus ook al te weinig... Oh, wacht even. We hebben hier een heel mooi muziekje. Nice! Oh, en daarmee krijgen we een uppie. En die hebben we hier te pakken. En dan mogen we hier naar boven. En dan neem ik deze eens even gezellig mee. Ja, ik kwam net dus starbits tekort. Dus ik dacht, ik moet even het level opnieuw opstarten. Want anders dan gaat het natuurlijk helemaal fout. Kan ik deze trouwens helemaal niet kapot maken? Ik kan deze helemaal niet kapot maken. Maar ik wil even met die gast praten. Laat me even met de pinguïn praten, jongens. Doe eens even niet zo onaardig. Oh, hij vraagt zich af wat daar gebeurt in Seaslide. Nou, dat weet ik ook niet, vriend. Geen idee. Anyways, ik schiet mezelf even terug, denk ik. Hoppa. Kijk, ik heb nu in ieder geval bijna genoeg starbits voor deze. Deze kleine vreedzak. Hier, eet maar lekker op dan. Nog 8 starbitjes. Gaan we weer even deze kist openmaken. En dan denk ik dat we er wel zo'n beetje zijn. Kijk eens, alstublieft. Eet smakelijk. En beter heb je nu iets goeds voor mij, hoor. Beter heb je nu iets goeds voor mij waar ik ook echt iets mee kan. Want anders dan daar zit ik er niet op te wachten, hé. Nieuwe planeet? Dat heeft niet eens met dit level te maken. Als ik hierin ga, kom ik dan daar alweer terecht? Yes, I guess. Ik denk dat ik dan hier naartoe moet of zo. Wat gebeurt hier? Yo. Ik ben benieuwd of dit... Ja, dit gaat soort van... Nee, dit gaat helemaal niet goed. Want ik denk dat ik nu hier naartoe moet of zo. Ik weet niet of ik nu alle dingen nog kan pakken die ik moet pakken, hoor. Ik probeer het maar gewoon. Oké. Ja, misschien gaat dit toch de goede kant op. Wat? Als ik nu inderdaad zo rond kan lopen. Zo op deze manier. En dan nu hier naartoe. En dan nu hier naartoe. En dan hier naartoe en dan zijn we er toch. Yes! Oh! Dit is een secret star, denk ik dan, of zo. Nou, alleen hopen dat ik hem echt te pakken krijg. Ja, Oké. Daar neem ik op zich ook genoegen mee, want ik vond dat level van net toch niet heel erg leuk. Nou, helemaal super. Daarmee kunnen we weer een nieuwe planeet openen. En dat is de Toy Time Galaxy. Oh, maar dit ziet er vet uit. Dit is een speelgoed galaxy. De Heavy Metal Mecha Bowser. Ja, dat klinkt super dope. Vorige level was niet zo leuk, maar dit level klinkt echt vet. Wow, kijk deze Toy Story level dan. Dit is super grappig. Welkom in de Toy Time Galaxy. Wij Gearmossen die beheren alles hier. Wij zijn in charge. Wij zijn de baas. Captain Toad. Wee!
Captain Toad vindt het ook weer helemaal fantastisch. Kijk die Mario daarachter dan. En die robot daar weer achter. Holy crap, dit is echt lachen. Nou, Toad, tot later, hè. Ik ga er vandoor. Ik ga even naar het volgende stukje toe. Oh, wat? Oh, daar zijn de Mecha Bowsers. Pak hem! Pak hem! Pak hem! Hoppa! Nice. Oké, ik weet nog niet waar... waar ik naartoe moet, wou ik zeggen. Dit is zo'n vreemd platformpie. Zo'n vreemd zwaartekracht platformpie. Dan zit ik opeens weer op de muur. Oké, cool. Kan ik hierop springen? Nee. Waar moet ik naartoe? Moet ik hier naartoe? Ik denk dat ik hier naartoe moet. Pum, pum, pum. Even kijken. Oh ja, dan kan ik hier naar boven. Dan kan ik misschien hier langs of zo. Of is het niet helemaal de bedoeling? Kan ik hierop? Oh ja, ik kan hierop. Maar alleen was dat niet helemaal de bedoeling, blijkbaar. Ja. Oh, als je zo'n bolt ziet, dan moet je een spin doen. Oh, kijk, dit moeten we doen. Ah. Auw, trouwens, bedankt. Dus we moeten dit ding hier uitdraaien. Kijk, of we... Oh, we moeten hem er juist indraaien. Ook goed. En dan moeten we deze eruit draaien. Kijk, juist. Oké. Dan kunnen we denk ik nu... Oké, maar waar moet ik dan nu precies naartoe springen? Moet ik dan weer terug of zo? Kan hier in ieder geval even aan draaien en dan? Zijn we hieronder? Geen idee wat ik hier precies aan het doen ben. Maar oké. Oh, kijk, zo doe... Oké. Zo moet dit dus. Oké. Dus voor elk dingetje waar we niet kunnen komen op een normale manier, dan moeten we blijkbaar aan iets gaan draaien. En dan lukt dat wel. Oké. Woehee, daar gaan we. Starbitjes pakken. Oké, top. Mag ik op jouw hoofd springen? Of niet? Ik spring gewoon voor jouw hoofd. Ook prima. Wat is dit voor mushroom? Wow. Spring Mario. Oké, hiermee kunnen we blijkbaar echt super hoog jumpen. Nice. De controle is een beetje weg, jongens. Maar oké, dat geeft niet. Ik ga gewoon door, ja? Ik ga gewoon even lekker hier naartoe. Oh, of niet? Want ik spring echt precies op het randje. Oké, Mario, kom op. Gewoon rechtdoor. Ja, chill. En dan... Hoppakee. En dan hier naar boven. Ja, en dan kunnen we waarschijnlijk hier nog verder naar boven. Yes. En dan kunnen we hier in die buis. Kijk. We komen er wel. Oh, wacht. Dit is een bonus level stukje ding. Moet hier... Of niet? Of moeten we gewoon letterlijk hier lekker helemaal naar boven? Oh, oeps. Lekker. Ja, en dan... Hoppakee. En dan... Ja, pak iets. Pak iets. Pak het muntje. Holy crap, zoveel starbits. Daar deden we dit dus voor. Okay, waar gaan we nu naartoe? Gaan we nu daar naartoe? Time dan. Mario, och. Ik drukte op die knop, maar hij had er geen zin in. Kan ik hem slopen? Hij kan niet kapot. Wat een vervelend mannetje. Ik denk dat ik naar de overkant moet bouncen. Denk ik. Ja. Oh gosh. Ja. Jongens, ik kan je wel vertellen. Dit is niet makkelijk. Potverdorie. Misschien moeten we toch maar via deze kant gaan. En dan proberen inderdaad zo omhoog te komen. En dan hiernaast. En dan gewoon lekker zo doorbouncen. Ja, oké. En dan hopen dat we niet geraakt worden. Oké, cool. Waarom gaat poging 2 altijd stukken beter dan poging 1? Kijk dan. Nu gaan we opeens vrij soepel. Zitten we net zoveel moeite te doen en dan nu gaat het zo best wel soepel. Wie is hier zijn eten vergeten? Oh nee, het eten is juist wel opgegeten, want het bord is helemaal leeg natuurlijk. Oké, we gaan hier naar binnen en dan gaan we hier bouncen en dan gaan we hier zo, hoppakee, in die ster. Ja, en dan komen we bij de robot terecht, jongens. Waaah! Oh my goody. We zijn er nog niet, hoor. Ik dacht dat we het moeilijkste stuk van dit level hadden gehaald, maar nee. Blijkbaar niet. Alhoewel, misschien is het helemaal niet moeilijk. Misschien valt dit wel mee. Misschien is het de schijn die bedriegt, jongens. Go. Top. En door. Oké, hier kunnen we redelijk makkelijk langslopen. Nu moeten we al deze schroefjes, denk ik, eruit gaan halen. Ik weet niet of we ze er echt allemaal uit moeten halen, trouwens. We kunnen het gewoon proberen, hè. Schroefje 3. Hoppa. En schroefje 4. Nee, we moeten de... Oh, we moesten dit wel doen. Oké. Now what? Oh, en dan moeten we hier, denk ik, hopelijk in die buis. Ik hoop dat ik dit goed heb gedaan. Ja, zo te zien wel.
Nu even die mecha-bowsers slopen. Au. Blijf alsjeblieft wel op het platformpje staan, Mario. Top, dank u. Oh, niet nog een keer. Nee! Oké, nu kunnen we rustig kijken wat we moeten doen. Ik denk dat we hierop moeten springen. Ja, en dan kunnen we zo... Op zich kunnen we zo wel door. Ja, oké. En dan kunnen we via deze manier door. We moeten zijn arm amputeren. Oh, crap. Kom op, Mario. Kom op. Ja, nice. Oké, we gaan naar de top. Dan moeten we weer een springveer pakken. Wow, oké, dit is moeilijk, maar het is wel leuk. Oké, go, Mario. Go. Negeer Kamek. Pas op voor de vuurbal. Dat dus. Maak Kamek kan dus even kapot, Mario. Ja, top. Dan heb je weer een muntje. Nice. Dan hoeven we daar alvast niet meer op te letten. Ik zie trouwens wel van die gasten daar gewoon achter staan, hè? Die soort van de baas zijn over dit level. Waarom staan jullie allemaal daar? Even hier chillen. En niet te ver naar de zijkant chillen. Top. Oké. Bounce. Hopelijk kunnen we dat... Oh, we moeten wel even goed bouncen. Ja, dan kunnen we hier naar boven. Kak. Ga weg met je laserstraal. Kan ik gewoon hier naar boven zonder dit ding? Ik denk het niet. Wil je stoppen met je laserbeam? Waarom stop je niet? Wacht. Ga je me vertellen dat je via de zijkant omhoog moet? Ga je me vertellen dat ik eigenlijk hierop moet? Op deze dingen? Op deze springveren? Is dat de manier waarop we hier naar boven moeten? Dit is toch niet de manier, jongens? Of wel? Dan donder je er toch straks vanaf. Dat gaat toch ook niet? Wel? Moet ik... zo en dan hier... Wat? Moet dit zo? Wat? Is dit de manier hoe je dit moet doen? Of heb ik nu zojuist een andere manier verzonnen? Ik weet het niet. Anyways, daar gaat hij. De freaking robot, jongen. Hier hebben we wel eventjes over gedaan. Maar we hebben hem te pakken. Ik vond het een hele gekke manier uiteindelijk. Maar oké. Als het zo moet, dan doen we het toch zo. Ook prima. Jongen. Eindelijk hebben we deze ster. Dit is het level waar ik tot nu toe langst over heb gedaan van alle levels in Mario Galaxy. Nog 19 sterren. Doe een blauw duimpje omhoog als je Mario Galaxy vet vindt. Abonneer op dit kanaal als je Nintendo vet vindt. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickatune. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!